door het extra gewicht wat op die auto komt, wordt die auto natuurlijk ook in elkaar gedrukt. En dat gebeurt ook met zijn lijf, dus ongelooflijk. Hij heeft volgens mij net nog ook even een snelle lunch gehad, dus als dat er maar in blijft. Ja. Hij staat er klaar voor, hij wordt nog een keer gecheckt. Een collega die springt op de fiets. En dan is het bijna zover. Steve 2 komt eraan. Geef ze ook een applaus, hè. De collega's van Steve. Nabby en Andy. Ik hoor zijn naam al in het publiek geboren. Ze gaan klaarstaan. De duim gaat omhoog, de duim gaat omhoog. Steve, are you ready? 1, 2, 3. Oh, daar gaat hij. Oh, daar gaat hij al. Dat was een hele heftige hoeklooping, maar ik zie de duim omhoog gaan. Dat betekent, hij stapt eruit, hij staat nog, hij is nog bij bewustzijn. Hij komt zelfs aangerend. Ik wil alles weten hoe het met hem is. En we hebben ook een camera op Steve gezet. Dus we kunnen ook de beelden vanuit de auto gaan bekijken. Dus ik ben heel benieuwd hoe dit voor hem was. Want het zag er heftig uit. Hij stuitte er eigenlijk bijna uit die looping.